Liedje van de week nummer 3. Het café van Ome Dick. Elke week op vrijdagavond, dan is het vaste prik. Dan gaan we met wat vrienden uit naar het café van Ome Dick. Het hoek zit al de Dries met zijn cola tik. Daarnaast zijn blonde dochter en daarna zijn ze tik. Samen met Frans en Hans, Karel en Diederik. Zal jarenlang gezellig in het café van Ome Dick. Jaar is Ome Dick en nog altijd bij de pinken. Er is weinig dat verandert, hij kan even blijven drinken. Van zijn pilsje, zijn borreltje, gelach wordt goed betaald. Dan is je neverfles geleegd, wordt snel de volgende gehaald. Wijst in de kan, alcohol in de man. Ja, dan kunnen we er allemaal wat van. Al gehoord, zijn laatste ronde heeft geslagen. Hadden net nog wat besteld, zo tegen de sluitingstijd. Was na alle tevredenheid, tot iemand de rekening kon vragen. Straalt bezopen in Dodewaard met een handvol wisselgeld. We maakten nog wel eens grappen en het leven nog wel zuur. Maar wat niemand kon verwachten, gebeurde even voor 12 uur. Kastelein is overleden en ligt nu opgebaard in de laken op het biljart van zijn café in Dodewaard. Tijd op afscheid nemen, kan even na het happy uur. Geen bloemen en toespraken, maakt de avond veel te duur. En hoe moet het nu met ons, nu ons café is dichtgegaan? We zoeken gewoon een ander. We zoeken gewoon een ander, want we hebben nog nooit zo lang mogen staan.